Hallo bij deze eerste video van ons. Jullie zien misschien niet alles goed in beeld, maar ik hoop dat dit een leuke video wordt. Ik ben vandaag met mijn vriendin Tessa. Hallo! En we gaan vandaag slijm maken. Alleen, we kunnen geen foamslijm maken, omdat ik mijn balletjes kwijt ben. Dus ik ga nog even zoeken. Dan doet mijn vriendin er even lijm bij. Doe maar, lijm maar bij. Die vragen en dan zouden jullie het dan misschien ook beter kunnen volgen. Moet alles? Ja, nee, niet alles. Nee, doe maar wel hoor. Mag wel. Als je wil, mag het. Als je groot slijm wil, mag. Oké. Okay. Kleine slijm wel, ja. Moet je er iets meer bij doen. Voor de kinderen, als ze dit kijken, vraag eerst aan je ouders om toestemming als je slijm gaat maken. Ik ga nu testen. Tessa? Ja? Is het goed als het zonnefoam wordt? Oh ja hoor. Oké. Ik kan het zo niet. Allebei de pakjes moeten? Nee, doe maar gewoon één pakje. Oh, sorry. Oh, dat doet pijn. Ik kom even tegen mijn kastje aan. Oké. Okay. Ja, dit is wel goed, hè? Hij is leeg. Oké. Okay. Dan gaan we nu de... Wat denk je? Het is ook een soort van raadchallenge. Nee. Zeg aan. Ja. Zal ik dit even doen? Of scheergel. Ja, wij gebruiken scheergel. We hebben dus eigenlijk lijm, scheergel, lintvloeistof en kleurstof. Oh nee, we moeten er eerst kleurstof bij doen. Ik heb poederkleurstof van een... Laten we beginnen met rood. Van een setje. En wij willen heel graag poepslijm maken. En ik dus begreep van mijn vriendin. Ik heb ze van een merk. Ik weet niet of jullie het goed kunnen. Nee, jullie zien het denk ik niet goed. Maar het is van een merk. Ik heb poeder. Ik ga zo meteen jullie even laten zien wat voor kleurtje het is. We hebben het er al in gedaan. Het is toch zwarte olieslijm geworden. Ja. Dat is een beetje, nou, jullie zien het niet, omdat ik geen goed licht heb. Sorry daarvoor. Maar ik vind het wel heel erg mooi kleurtje. Nu scheerschaam, denk ik. Ja, nu wel. Want we hebben hem net even op pauze. Sorry, ik zal even een spanningshand maken. Maar soms dan hebben we even een klein foutje gemaakt, toch? Yep. Want we waren vergeten dat we kleurstof moest erbij doen. We hebben blauw. Moet ik het doen? Zal ik het even doen? Of jij het doen, maar ja. Maar vandaag ga je even roeren. Dat vind ik Tessa nog beter gezegd. Ja, mag ik doen even? Oh, het wordt wel heel erg mooi. Ja, dit wordt wel een mooie kleur. Het is groen geworden door het blauw. Maar... Het is, ja, dit is goed. Ja, dit is een mooi kleurtje. Ik heb zelfs een t-shirt in deze kleur. Dat vind ik misschien ook wel leuk om te weten. En nu? Mag ik het erbij doen? Ja. Dit is het. Mag ik ook roeren? Ja hoor. Dat is het bindende meel. Het doet het al een beetje. Ja, een beetje. Hij doet het al, zegt mijn vriendin. Ja, ik vind het nog geen slijm. Een slijmexpert vindt het nog niet echt helemaal goed. Het begint te binden. Kijken jullie maar. Ja, je ziet het nu nog niet zo heel erg goed. Maar het is heel erg mooi kleurtje, toch? Ja. Het is een beetje groen geworden. Ja? We gaan het delen. Ja, dat denk ik. Het is best redelijk veel. Ja, iemand die slijmexpert is, net zoals ik. Mag ik ook eens roeren? Wacht eens, dit is best zwaar. Hè? Ik weet het wel nog even. Het is wel best lastig om dit allemaal te mixen, maar goed. Wow! Dat zagen jullie, hè? Ja, kijkers. Wacht, ik moet hem omhoog zien te krijgen. Oh, yes. Bijna gelukt. Hij is best een beetje plakkerig nog. Mag ik nog een beetje, doe maar een beetje lensvloeistof erbij. Het is best zwaar, maar ik doe nog. Ik moet het even af mijn vingers. Oh, is helemaal nog. Kom blijven. Nou ja, ik kan het er later wel af als mijn slijm beter is.
Zal ik het dan eens even bij gaan kneden eerst? Dus? Laten we anders heel even... dit stukje laag gaan knippen. Dus... Hij staat weer aan. Ik heb de bak alweer weggezet en we hebben slijm. Het is groen, maar dat zien jullie niet. Ik kan er niks... Ik heb geen licht alleen. Dus wacht, het enige probleem... Tessa, kan je even het licht bij mij aandoen? Ja, hoor. Waar is het licht? Veel? Daar, bij mijn kast. Bij je kast. Oké, ik doe nog een beetje lensvloeistof bij. Tess, bij mijn kast. Ik ga nog wel even bijkneden. Oh nee. Je handen worden groen van. Dit is geen goed slijm. Je handen worden groen van. Nou ja. Hebben we het voor niks gemaakt? Nee hoor, het is wel goed. Je mag wel voor. Nee, die handen worden niet zo heel snel. Waarschijnlijk omdat dit nog het eerste gedeelte is. Dan is het plakt. Wil je wel eens een beetje lensvloeistof op je handen? Wil je anders een beetje lensvloeistof op je handen? Maar dan gaat hij het toch vastbinden? Nee joh. Smeer het er echt uit. Goed ook nog. Ja, en nu kan je weer mee spelen. Voel je het goed? Plakt iets minder. Mag ik ook weer? Niet zo lekker. Wil je mee naar huis? Het is wel heel plakkerig. Dat slijm is in ieder geval beter. Ja, ik heb ander slijm. En dat vindt mijn vriendin hiernaast iets beter. Ik zit helemaal onder. Dan spoel je even je handen op. Ja, goed idee. Ik ga deze video denk ik alleen afsluiten, oké? Ja. Oké, ik ga deze video alleen afsluiten. Je krijgt er ook wel een beetje groene handen van. Maar... het eindresultaat. Wat voor cijfer geef je het? Wat? Wat voor cijfer geef je het slijm? 5. Oké, ik geef het ook een 5. Dus je hebt 10 punten gehaald. Niet zoveel als je het met z'n 2 berekent, maar goed. Het is een beetje, je handen worden een beetje groen van. Ik denk dat het is. En het plakt een beetje, dus ik vind het ook niet echt het beste. Ja, ik moet even wachten voor mijn vriendin met afsluiten, heb ze net gezegd. Ik heb ook nog niet afgesloten. De meeste zijn duurt 21 minuten, maar waarschijnlijk. Heb je al wat? Nee, ik heb nog helemaal niet afgesloten. Ik wil nog heel even iets zeggen. Omdat het zo plakkerig is, kunnen we het ook in een zakje doen. En laten doen als stressbal. Ja, wat gaan we doen? We gaan er een stressbal van maken. En dat kunnen we misschien ook nog in deze video doen. Nou ja, misschien in de volgende video? Nee, oké, we doen het wel van deze video. Dan moet ik eerst even een ballon... Doe even niet, ja? En dan gaan we nu even... zit jij me voor pauze? We gaan een zakje pakken. Hallo, we zijn klaar met het slijm. We hebben een zakje. Nou ja, we hebben een zakje. We hebben er allebei één. Je kan het ook in een ballon doen, maar wij vonden de kleur redelijk mooi. Sorry, maar jullie kunnen de kleur niet zo goed zien. Nog steeds niet, jongen. Nee, dat is echt een beetje irritant. Kijk, doe maar een beetje. Mooi. Ja, we wilden er even een rondje maken, maar goed. We hebben dus nu slijm en een zakje. Wat we gaan doen. Maar hoe gaan we het door de midden doen? Ja, dat ga ik dus doen. Dat doet een specifieke Lucia. Oké, dat is een stressbal, ja. Je mag wel voelen. Wat zit hier hoor? Kleine korreltjes. Wat is het dan? Een flauw idee. Raad het. Het is zoet. Zoet. Het is zoet. Zoet. Zout. Nee, het is zoet. Het smaakt zoet. Je doet het in je thee. Korreltjes. Nee, maar wat voor korrels? Ja, er zit hoe moet ik dat weten? Je doet het in je thee. Aardbeikorreltjes? Dat zijn aardbeipitten. Maar dat is er niet. Nee, ik heb geen flauw idee. Suiker! God. Er zit echt letterlijk suiker in. Oké, ik heb het slijm. Ik ga het nu in twee delen. Oké, heb je nog een stressbal? Kralen. Piepschalen. Kralen.
Die is lastig. Ik weet de Nederlandse naam ook. Die ga je toch niet weten. Oké, als ik hem niet ga weten, vertellen. Nee, je gaat hem denk ik weten. Denk het echt. Het is niet zo heel erg lastig. Nou ja, vind ik dan. Ik vind het echt moeilijk. Zal ik het zeggen? Kiemen. Wat is dat? Dat zijn klein eetbare korrels. Nou ja, ik weet de Nederlandse naam niet. Wat zit hier? Oh ja. Ik kan zelfs een ei voor de mensen. Je kan ook een ei in de stressbal stoppen. Ja, en dan heb je ook een lekkere stressbal. Ja. Zit hier ei in? Nee. Doe gewoon jij. Dit is toch wel door de helft, hè? Ja, dit is wel door de helft, toch? Ja. Het is niet precies, maar het is wel goed door. En weet je wat erin zit? Kan je helpen? Nee. Ik ga het ook nooit doen. Wat? Kan je helpen met haar erin doen? Wat? Zei je Tess? Ik ga het ook nooit doen. Wat? En nooit erin doen? Nee, maar hoe ik het moet doen, weet ik niet. Leg even en wat het is. Hoe bedoel je wat het is? Oh, misschien moet ik het zo met een lepel. Nee, Tess, ik doe het wel. Ja. Ik doe het wel eens met een hand. Nee, hier zit het ook bij mij. Godverdamme. Sorry. Je bent hier heel erg blij mee. Dat zie ik ook. Ik zie je gezichtje. Zo, jee, ik heb slijm vast. Nee, echt niet. Het lijkt nu erop. Nee! Het zat op mijn kleren, joh. Ja, ik heb je kleren gered, maar nu zit ik zelf onder. Oké. Hoe moet ik dat? Dit kan me afhalen. Zal ik even helpen? Ja. Ik heb al groene vingers gehad. Nee, dat is helemaal slecht met je slijm. Oké. Sorry, ik ben geen slijmfan. Ja, heel erg. Is het gelukkig? Nou ja, mijn vriendin moest naar huis. Dus ik zit nu alleen. En ja. We hebben een zakje gedaan, de bovenkant afgeknipt. En ja, nu is het lekker slijm. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Hij is niet heel goed in zicht. Maar ja, hoop het. Dag. En bedankt voor het kijken. Dag.